Paarden komen voor de tribune. En er komt weer een aanval aan de buitenzijde. Nu van Epetit de Vin. Epetit de Vin aan de buitenkant maakt meters goed en komt uit op een vijfde plek. Nu op een vierde plaats en het tempo wordt nog steeds gemaakt door Free Victory. Free Victory die vorige week vastzat, dat wil Bas Krebers alle tijden voorkomen vandaag. En dat gaat hem ook zeker lukken als hij deze positie houdt. We gaan de laatste ronde in. Ja, wie vorige keer de kop had, dat was Eternal Dazé en dat werkte niet. Hij heeft nu de rug van Rick Wester in het tweede spoor. En dat maakt die nummer 10 natuurlijk bloedgevaarlijk. Vooraan echter aan kop van het veld die nummer 5 Free Victory. Tweede plaats erachter Flashing Smart. Die volgt hem als een schaduw. Daarachter een Esperanza Depot. Die outsider in het veld, maar gaat nog goed mee met Jaap Verheyen. Epetit de Vin is de ideale gangmaker voor Eternal de Hee. En ik zit eigenlijk te wachten op dat vosje, op dat blesje. Dat zou zo langzamerhand in beeld moeten komen van Hokus ter Tal, paard nummer 3. En daar komt hij aan de buitenkant. Hij gaat nu in de aanval. Driedik gaat hier in de aanval op weg naar de laatste bocht toe. En hij maakt snel meters goed. Hij komt uit op een derde plaats nu. Is nu naast Epetit de Vin gekomen. Gaat hij ook voorbij en kan nu zelfs naar binnen als hij dat zou willen. Maar dat wil Rick niet. Paarden gaan de laatste bocht nu in. Free Victory leidt. Tweede plek aan de buitenkant Fighting Smart. Flashing Smart, pardon. En daarachter op de derde plaats ligt de favoriet Okus der Tal. En zo gaan de paarden de bocht door. Epetit de Vin is vanwege de gang uit de strijd genomen. En zo gaan ze de laatste bocht door. En aan de relingzijde ligt er heel mooi bij Eternal de Zee. Die kan geen kant op. Die ligt helemaal ingesloten. De favoriet heeft nog steeds kansen, maar heeft al een hele hoop moeten doen. Kijk naar Hanna Hans aan de buitenzijde. Die komt daaraan met Viroline, een gigant van een outsider. Free Victory leidt nog altijd. Daar komt hij aan de buitenzijde. De aanval van Ebbingen. Maar die gaat helemaal in de pace en springt weg. Daar komt Viroline aan de buitenkant. Aan de binnenzijde Eternal de Hee. Dijk van een verrassing. Maar wel eentje die we heel erg op de korrel hadden, wint het. Paard nummer 5, Free Victory. Tweede dan Viroline. Derde wordt de 10, Eternal de Hee. En misschien heeft een van jullie de vierde wel gezien. En anders houdt u die even te goed. Ja, ja, Bas doet het hoor. De coach. We gaan nog één keer kijken. 40 tegen 1. De 5, de 8, de 10. En dan gaan we kijken wie de 4 wordt, Rogier. Dat is in ieder geval niet die, want die springt met Rick de hele laatste rechte lijn. Vierde plek is voor de 6. Dat is Flashing Smart. 5, 8, 10, 6 voorlopig. Nou, wat zou dit doen met de plaatscoach? Ja, heel veel denk ik. Ja. We hadden het er even van tevoren over, Kees. Als het eens een keer gebeurt dat hij weg is, je rekent er niet op, maar dan brengt het een vermogen. Maar zagen we dit aankomen? Nee, absoluut niet. Ik weet niet wat er gebeurde. Rick weet het beste, maar op laatst zag je hem ook weer dat hij toch weer in de pace kroop of er tegenaan zat en ook nog door het stek sprong. Dus, Hij liet wel genoeg zien, dat alweer wel. Ja, maar absoluut. Ze zeiden het wel, jongens. Een 3-jarig paard zonder enige ervaring, doorgewinterde koerspaarden. Het is geen ABC'tje. Maar er is geen enkele koers op dit niveau. Nee. Het niveau is heel hoog en onderweg staan ze niet stil. En het paard van Bas heeft natuurlijk veel stads in de benen. En ja, ook gewoon sterk afgedwongen, sterk gewonnen. We gaan even terug naar de baan, gaan even kijken naar Bas. Kool pakken en ik denk deze ronde geef ik niet aan. Van vorige week gaf ik wel af, kwam ik vast te zitten, kwam hij er nooit meer uit. Kwam je handen vol binnen. Dus ik denk als vandaag Rick niet goed is en ik krijg de kop, dan geef ik niet meer af. Nou, hij kon het van startfinish heel goed controleren. En hij houdt uiteindelijk een halve lengte over op de streep in een nieuw record. Nee, zeer tevreden. Start is gevallen. Start valt en aan de buitenzijde komt Flashing Smart goed naar voren. Maar het snelste aan de relingzijde is toch echt Viroline. Is dat Viroline Roog? Nee, dat is Bas Krebas. Dat is Free Victory. Free Victory als eerste de bocht in. Ja, Free Victory, die neemt het veld op sleeptouw. Op de tweede plaats daarachter hebben we dan Esperanza Depot. En achter Esperanza Depot dan aan de buitenkant Flashing Smart. Goed van start gegaan, maar niet het plekje waar Micha wellicht had gehoopt te komen. Nummer 9 ligt daarachter aan de binnenkant. En dat is Gilly Dupin met Erwin Bot. En ja, die favoriet is nog altijd op de laatste plaats. Hokus der Tal maakt deze koers natuurlijk wel verschrikkelijk interessant. En we gaan nu eens even zien of hij echt die 1,20 waard is. Dan zou het nog moeten kunnen. We komen 2-2 halverwege de overkant op weg naar de verre bocht. En het is aan kop van het veld. Bas Krebas achter zijn Free Victory, paard nummer 5. En die krijgt aan de buitenzijde nu de aanval van Flashing Smart. De heren kennen elkaar natuurlijk hartstikke goed. En kijk eens wat Bas doet. Die maakt een mooie opening. En hup, hij zit ertussen. Ja, Jaap Verheyen neemt ook ietsje terug. Die ligt derde met Esperanza Depot. Zo gaan de paarden de bocht door. Galoppade daar van Jo Corbani, de 7. Gust LG. Gust LG maakt een fout. En de staart van het veld nog altijd als laatste de favoriet. En dat is ook een sterk tal. Paarden komen voor de tribune. En er komt weer een aanval aan de buitenzijde. Nu van Epetit de Vin.
Petit de Ver aan de buitenkant maakt meters goed en komt uit op een vijfde plek. Nu op een vierde plaats en het tempo wordt nog steeds gemaakt door Free Victory. Free Victory die vorige week vast zat, dat wil Bas Krebas alle tijden voorkomen vandaag. En dat gaat hem ook zeker lukken als hij deze positie houdt. We gaan de laatste ronde in. Ja, wie vorige keer de kop had, dat was Eternal Dazé en dat werkte niet. Hij heeft nu de rug van Rick Wester in het tweede spoor. En dat maakt die nummer 10 natuurlijk bloedgevaarlijk. Vooraan echter aan kop van het veld die nummer 5 Free Victory. Tweede plaats daarachter Flashing Smart. Die volgt hem als een schaduw. Daarachter een Esperanza Depot. Die outsider in het veld, maar gaat nog goed mee met Jaap Verijn. Epetit de Van is de ideale gangmaker voor Eternal de Hey. En ik zit eigenlijk te wachten op dat vosje, op dat blesje. Dat zou zo langzamerhand in beeld moeten komen van Hokus der Tal, paard nummer 3. En daar komt hij aan de buitenkant. Hij gaat nu in de aanval. Driedik gaat hier in de aanval op weg naar de laatste bocht toe. En hij maakt snel meters goed. Hij komt uit op een derde plaats nu. Is nu naast Epetit de Ver gekomen. Gaat hij ook voorbij en kan nu zelfs naar binnen als hij dat zou willen. Maar dat wil Rick niet. Paarden gaan de laatste bocht nu in. Free Victory leidt. Tweede plek aan de buitenkant Fighting Smart. Flashing Smart, pardon. En daarachter op de derde plaats ligt de favoriet Hokus der Tal. En zo gaan de paarden de bocht door. Epetit de Ver is vanwege de gang uit de strijd genomen. En zo gaan ze de laatste bocht door. En aan de relingzijde ligt er heel mooi bij Eternal de Zee. Die kan geen kant op. Die ligt helemaal ingesloten. De favoriet heeft nog steeds kansen, maar heeft al een hele hoop moeten doen. Kijk naar Hanna Hans aan de buitenzijde. Die komt daaraan met Viroline, een gigant van een outsider. Free Victory leidt nog altijd. Daar komt hij aan de buitenzijde. De aanval van Ebbingen. Maar die gaat helemaal in de pace en springt weg. Daar komt Viroline aan de buitenkant. Aan de binnenzijde Eternal de Hey. Dijk van een verrassing. Maar wel eentje die we heel erg op de korrel hadden, wint het. Paard nummer 5, Free Victory. Tweede dan Viroline. Derde wordt de 10, Eternal de Hey. En misschien heeft een van jullie de vierde wel gezien. En anders houdt u die even te goed. Ja, ja, Bas doet het hoor. De coach. We gaan nog één keer kijken. 40 tegen 1. De 5, de 8, de 10. En dan gaan we kijken wie de 4 wordt, Rogier. Dat is in ieder geval niet die, want die springt met Rick de hele laatste rechte lijn. Vierde plek is voor de 6. Dat is Flashing Smart. 5, 8, 10, 6 voorlopig. Nou, wat zou dit doen met de plaatscoach? Ja, heel veel denk ik. Ja.